keer mogen we terecht beginnen, hè? Ja, deze keer is het er echt. Kijk hoe ver we van de... We zijn eigenlijk vrij dicht in het midden. Dus de kans weer dat er andere mensen tegenkomen. Heb je er zin in, Jaap? Ja. Alleen heb ik het gevoel dat het deze keer wat minder gaat aflopen. Kom het, waarom? Wat? Ja. Nee, zeg maar. De vorige keer zijn we best hoog geëindigd. Ah, zo. Alleen... een lost season geweest. Dat was een opname, maar die was niet. Oh, het is nu al aan het onweren. Ja, inderdaad. Ik ga gewoon rustig onder de grond gaan al. Hier is al een crafting table. Oké, thanks. Gaan we naar het midden bouwen of niet? Misschien. Ja, ik heb een idee. We bouwen in de richting van de grote Z-coördinaat. En als we dan de stripmine hebben, dan kunnen we gewoon teruglopen. Vorige UT konden we heel erg moeilijk aan appels geraken. Oh nee. De zombies zijn er nu al. Wat is dat? Zombies. Wacht, ik ga even gewoon minen langs deze kant. Oké. Hier moet ik dan weer een nieuwe crafting table maken, zeker. Ik ga even toch wel proberen ergens boven de grond te komen, want eigenlijk hebben we wel nog wat dingen nodig. Ik heb stone, moet jij hebben toevallig? Ik heb hier ook stone. Ben je boven? Nee. Is er nog één? Oh, ik ben al twee hartjes uit, kom op. Ja, ik ook. Ik ga even een axe maken. Ik denk dat tot alles redelijk goed gaat tot hier toe, hè? Nee, we zijn. We hebben allebei al twee hartjes. Ja, slecht begonnen. Goed begonnen is half gewonnen. Dus de andere helft, maar goed gewonnen, is dan ook slecht begonnen. Is het veilig buiten? Ja, ik kan. Oké. Ik ga gewoon een paar hoogtrees hakken. En Jarne, ziet je de examens wel zitten? Een beetje. Een beetje. Yes! Appel is binnen! Mooi zo. Ik kan misschien... Hoe dat ik dan gewoon verder gaan maken. Ja, misschien dat ik op voedseljacht ga. Cool. En een beetje schrik om toch aan de mensen tegenkomen, hè? Same. Oh, die konijnen zijn echt snel. Oh, ik heb kool. Dat is wel lekker. PvP gaat starten in 5 minuten. Ik heb ze allemaal mooi in het Nederlands gedaan, hè? Mooi, hè? Ja. Ah, kippen. Dat is misschien goed wat verder. Ook maar. Misschien wel een idee. Als we veel kippen, spiders tegenkomen. Nee, als we gravel tegenkomen, gaan we misschien ook al het flint meepakken. Want flint, daar krijgen we dingen van. Ik wil arrows maken. En bows zijn eigenlijk al vrij op. En misschien ook een aansteker met flint. Ah ja. En wat ik heb geleerd uit de vorige keer, uit het misschien opgenomen seizoen. Als we een cave zien met lava. Dan naar beneden stroomt, niet ideaal. Niet ideaal. Oh, even zilver lekker. Ja, bij mij ook. Kom er zo weer aan. Oh, nog een appel. Dat we die pas innemen als er iemand tegenkomt. Ja, of dat we echt heel erg laag zitten. Goed. Yes, ik ben echt blij. Ik heb er echt een goede gevoel. Ik kan misschien hier het goal mee hakken. PvP gaat starten in 3 minuten. Yes, iron. Het valt allemaal nog goed. Zal er deze keer weer iemand doodgaan voor PvP? Ja, Emil mag niet doodgaan. Stel je voor, ik vind eerder diamond dan iron. Dan ga ik speed daten. Ik heb wel iron. Maar het moet nog gesmolten worden. Nee! Wat is er? Nee, de diamond is dan de iron! Ik moet speed daten! Oké. Okay. Was dat een weddenschap of zo? Ja, dat ik 2 minuten met mijn eigen maak. Maar ja, we kunnen die diamonds nog niet minen. Oh mijn god, deze belachelijk. Wacht, het duurt niet lang. Dat is wel heel vroeg, nu al diamonds. Maar het zou mooi zijn als we ook veel goud vinden. Kom beneden met een iron pickaxe. Wacht, ik ben er. En hoe moeilijk is het om eigenlijk de diamonds heen te
PvP. Oké, nu kijk naar de message. Wauw, en wat als hij dan toch doodging? Ja, ik weet niet, dat risico nam ik. Jij krijgt van mij de eer om de diamonds te hakken omdat jij ze gevonden hebt. Ik kan nog geen diamonds gekregen. Ik heb er één, maar ik zal ze hier dan droppen. Worden ze gek als ze zien dat we diamonds hebben? Oh my god! De volle 8 gewoon, de volle 8! Nee! Dit is way too lucky. Dit is way too lucky. Nee, kom aan, deze kunnen we niet verliezen. Kom op. Oké, wacht. Ah, dit zijn de 6. Oh, dit is ook mooi. Nope. Ik zou toch wel wachten voor we de nether in gaan. Ja, sowieso, man. God! Ja. Ah ja, dat had je al gevonden, want er zijn hier al fakkels. Waar is die trap ook alweer? Ik heb nu al genoeg blokjes voor de obsidian. Pas op voor lava, heel erg gevaarlijk. Ik heb eigenlijk al 2 weken niks geüpload, maar ik ben van plan om weer video's te gaan maken. Oh, Aaron is 4 hartjes kwijt. Toon ook al 4 hartjes. Boys. En jullie, onze squad is dan een beetje niet zien. Liefst. I'm sorry. Maar ik ben het, wij ben het, team, wij ben het. Kom, wij moeten onze naam waarmaken. Ja. Ja. Mijn doel is om minimum 1 kill te halen. Ja, inderdaad, inderdaad toch wel 1. Of toch op de minste kill te worden. Of dat iemand van ons in de top 3 geraakt. Hopelijk 3 of zo. Dan kunnen we diamond swords maken en diamond kill. Dat zou echt nice zijn. Ik heb nu maar 1 diamond hoor. En straks misschien even naar boven gaan om een koe te zoeken of zo. Moet jij trouwens mijn iron pickaxe hebben, want... Ja. Ik heb ook al een iron pickaxe gemaakt. Maar ik kan dus ook even een schild voor iedereen. Wauw. Is hier al iemand dood? De eerste episode. F. Ik weet niet wie, maar F. Moet slash... Oh, dat team groen. Ja, maar ik zag al dat hij, als je nog nooit UAC hebt gespeeld, moet je dat niet onderschatten. Maar ja, nu zit Joppe alleen. Dat is pech voor Joppe. Hoe de iron het doet. Wat eng is, ik heb nu ook zo ingesteld dat je niet kunt zien waar het order is. Dus dat kan ons voordeel en ons... Had je al een iron sword trouwens? Ja. Ah nee, nee geen zwaard. Dat ik heb er net tegen gemaakt voor je, alsjeblieft. Dank u. Maar hier is schild. Ik kan denk ik even nog wat die... Ik heb kolen. Ik heb al een schild. Hier. Hoe lang duren de episodes? Weer 20 minuten. Hier ook nog een cave. Ik ga hier een tunnel maken. Oh, weer goud. Door lava aangeraakt worden. En de fake vlieg. En dan zijn bukken zo handig. Oh, diamonds! Nog diamonds! Oké. Kun je vertellen? Wacht, het zijn er best veel. 6 in totaal. Dan hebben we er 7 in totaal. Dus pakt 2 iron swords. En misschien ook een paar diamonds. Ik heb 12 flint, ja, dat is goed. Kom op, dit kunnen we toch niet verliezen, nee? Tenzij als ze opeens op een iets doms doen ofzo, dat opeens naast een key reaper staan ofzo. Dat vind ik wel niet zo veilig, zo. Ah ja, het zijn dus de killers. Ik zie daar een creeper en een zombie. Ah, maar dat is zo'n ravine. Het einde van aflevering 1. Hopelijk vond je deze video leuk, was een blauw duimpje omhoog, abonneer de volgende keer en de volgende keer verder met Minecraft Duel Season 1.